Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering hier in Mindtopia. En jongens, jullie hebben het de vorige keer kunnen zien. Ik ben bedreigd door een of andere maffia dude die het leuk vond om een of andere dreigbrief bij mij in mijn postbus achter te laten. Gaan we natuurlijk ooit toch wel eens eventjes wat mee doen. Ik denk persoonlijk dat het slim is om die brief gewoon bij de politie te droppen. Dan kunnen ze kijken of dat er vingerafdrukken op zitten of DNA of weet ik veel wat hoe ze dat doen. Ik ben geen politieagent, ik heb er helemaal geen verstand van. Zij hopelijk wel. Dus die ga ik zo meteen maar eens eventjes droppen denk ik bij ze. Kan ik ze vinden? Voor mij was dat deze. De Book en Quill. Ja, hier. Je wilt mij niet als vijand hebben, vriend. Als ik jou was, zou ik goed op met tellen passen. Dat kan niet. Zo praat je niet tegen een burgemeester. Die gaan we droppen bij de politie. En ik heb ook dankzij deze brief heb ik een mooi idee voor de aflevering van vandaag gevonden. Want er stond in deze brief het hebben van een vriend. Nou, wat voor vrienden zijn er nou leuk? Mensenvrienden zijn tof. Maar er zijn nog een ander soort vrienden die mogelijk nog meer vriend zijn dan mensenvrienden. Snappen jullie het nog? Ik wel. Ik zal het jullie zo meteen laten zien. We gaan gewoon die kant op. Ik heb namelijk afgesproken met een nieuwe inwoner van Mindtopia bij het tuincentrum. Zullen jullie precies zien wat ik allemaal bedoel? En ik moet toch heel eventjes voorzichtig zijn, jongens. Want voordat je het weet, heb je een kogel door je kop. Dat moeten we niet willen. Gelukkig is die er niet, want het is nog... Ja, het is 11:45 hier op Mindtopia. 11:45. Zullen de gangsters dan nog in bed liggen? Denk je het wel. Jawel toch. Gangsters die worden niet wakker voor een uur of... 3. Denk ik. Uur of 3, 4, dan worden ze een keer wakker. Gaan ze gangster dingen doen en is het allemaal hartstikke tof. Let's loop richting de politie eerst. En eens eventjes checken of dat die gasten er zijn. Want als ze er niet zijn, ja, dan heb ik alsnog een probleem. Ik hoop dat ze er zijn, want ze moeten me helpen. Ze moeten me beschermen. Daar zijn ze voor. Toch, het is politie en politie is dienstbaar en waakzaam. Hallo? Is hier iemand van die politie, G? Hallo? Wat heb je hier nou weer aan? Waarom hebben ze trouwens de deur naar de cellen opengezet? Je kan gewoon via die knop bij de cellen komen. Dat is handig als je een boef bent. Dan loop je hier gewoon naar binnen en zeg je van... joh, hey, jij bent mijn vriend, jij zit in de cel. Klikkie, klikkie, kom er maar weer uit. Dat is niet handig. Ik ga binnenkort maar eens eventjes een veiligheidsinspectie houden hier. Want ik kan natuurlijk niet. Nou ja, weet je, de politie vergeten we eventjes. Dat doen we de volgende keer dan wel weer. Als die gasten blij zijn of klaar zijn met koffie drinken en donuts vreten. Want dat doen politieagenten namelijk. Let's go vinden of we de vriend der vrienden kunnen vinden. En die zou hier ergens bij het tuincentrum moeten rondhangen. Hi! Hey, mister! Goedemiddag, Lars. Goedemiddag, meneer Dodo. Hoe gaat het nu? Ja, goed. Ja, met jou? Het is nog ochtend. Ja, het is hartstikke lekker. Ik wilde net eventjes wat belangrijke dingen doen. Maar ik denk dat jij voor mij ook belangrijke dingen te doen hebt. Ja, klopt. Ja, ik ben hier eigenlijk net komen wonen. En ik had een heel goed idee voor deze stad. Een heel goed idee. Daar zijn we blij mee. Wat is jouw goede idee? Nou, ik dacht, ik vind het zo'n leuke stad en zulke leuke inwoners, dat het misschien wel heel gezellig zou zijn om dieren naar de stad te brengen. Dat is een tweedeling, Wouter. Dat is een tweedeling. Wat? Dieren moet je een vergunning voor hebben. Dat is wel leuk trouwens, vergunningen. Nee, maar dieren hebben niet eens broekzakken. Waar kunnen ze in godsnaam een vergunning bij zich houden? Nou ja, ik zet je maar te fucken, joh. Dieren lijkt me een hartstikke tof oh, idee. Oh, gelukkig. Lijkt me hartstikke cool. Nee, als we nou gewoon zorgen dat elke bewoner van Mindtopia een dier kan halen ergens. Nou, dat lijkt me nou ook een goed idee. Want ik had toevallig, ik wist niet of jij mijn verhaal had gehoord van David, de bankmedewerker. Ik had een half verhaal gehoord. Je had een rijke grote erfenis gekregen. Ja, ook. Maar ik kom eigenlijk uit het noorden, uit het stadje Elytria. Elytia. Yes. En daar kwam ik samen met mijn vriendin. Zijn wij eigenlijk richting het zuiden hier naar Mindtopia verhuisd. Maar ik had daar een hele grote business waar ik dieren verkocht. Ik had dus een dierenwinkel. Ah, dierenwinkel. Dodo's Dieren Dungeon. Nou, kijk. Dat is misschien wel een hele goede naam. Dat lijkt me een goeie. Maar het idee, ik kwam hier en het viel ons allebei gewoon op dat er... Dat helemaal niets. Kijk, het is zo stil op straat. En er loopt niemand mee. En er zijn nergens dieren te bekennen. Het is best wel een beetje stilletjes, inderdaad. Dat ben ik wel met je eens. Hoe fijn zou het zijn als je gewoon 's ochtends wakker wordt door het gekraai van een haan? Nou, hoe mooi zou dat zijn? Precies. Of een kip, om het nou helemaal mooi te maken. Je hebt je vergunning bij deze in je zak, Dodo. Nou, perfect. Dat denk ik wel. Ik wil je iets laten zien. We zijn namelijk bezig met... Ik dacht al dat je hem tof zou vinden. Dus we zijn al eigenlijk constructie al een beetje gestart. Oh, kijk, dat is op zich niet zo heel erg. Je mag best een constructie beginnen. Zolang je de verkoop pas begint als je ook daadwerkelijk de vergunning hebt. Ah, oké. Dat is dan nodig, hè? Ja, dat snap je zelf ook wel. Ja, ja.
Ja, want wij hadden natuurlijk nog allemaal beesten in het noorden. Dus die komen nu met de trein hierheen. Ik heb alleen, ja, ik weet niet precies wanneer die aankomen. Ik denk over een paar dagen. Maar dit is, ja, hier zijn we nu met de bouw. Oh, wauw. Ja, het is een flinke investering. Dat is het zeker zo te zien, dude. Maar het gaat wel heel mooi worden. Want ik wil ook gewoon dat de dieren, die moeten gewoon een goede omgeving hebben. Kijk. Ja, dat ze gewoon, ja, het zijn je vrienden. Dus ze moeten ook gewoon zo behandeld worden, vinden wij. De mensen moeten goed zijn voor de dieren. Ja, precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Weet je wat mijn vader trouwens altijd zegt? Nou? Als je niet goed bent voor de dieren, dan ben je ook niet goed voor de mensen. Nou, je vader klinkt als een hele wijze man. Dat is hij zeker. Absolute mentals. Het lijkt me een goed iets, maar ik wil wel eventjes een beetje kijken hoe het met de veiligheid zit. Want dieren moeten natuurlijk wel veilig hier kunnen wonen en eventueel verkocht worden. Oké, okay, ja, dus begrijp ik. Ik zie hier bijvoorbeeld wel van dit soort dingen. Wordt dit een kooi of wat wordt dit? Dit is volgens mij van het bouwbedrijf zelf. Want zeg maar dit glas, dat wordt straks bovenop dat glas geplaatst. Dus nu staat het even op hout dat het niet kapot kan gaan. Slim, op de pallet. Ja, ik dacht misschien dat het een soort van tentoonstellingskooi was of zo. Nee. Ja, wie weet ooit om een keer Kees in te zetten of zo. Ik hoorde dat hij wel geliefd is onder het publiek. Ik ben helemaal voor. Laten we Kees hier in zo'n kooi stoppen. En degene die het meeste betaalt, die mag wethouder Kees kopen. Precies. Voor thuis. Dan mag hij de vaat doen en stofzuigen en alles. Dat doet hij op het gemeentehuis namelijk nooit. Dus misschien dat het wel handig is om die, als hij het hier wel doet. Oh, lekker dat soort werknemers. Ja, nee, hij doet echt geen ene reet. Ja, kan gebeuren. Ik zal je in ieder geval een kleine rondleiding geven. We staan nu eigenlijk op het punt waar de stal zal zijn. Dat zal dus vanaf hier, deze lijn, ja, tot en met ongeveer hier zijn. Mm-hmm. En dan tot en met hier. Dus je moet eigenlijk een vierkantje hier bedenken. En dat wordt dan de stal. Daar komen onder andere de paarden. Maar we moeten even kijken wat allemaal meekomt. Want ik weet niet precies wat ze allemaal in de trein hebben gedaan. Oh, ja, dat is wel fijn om te weten wat voor dieren je hier neer gaat ja, zetten. Ja, precies. Kijk, paarden die zorgen natuurlijk voor een hoop meer overlast op straat dan honden en katten. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat snap je zelf ook. Dus kijk, het is wel fijn als je weet van, ik wil hier een grote stal hebben. Mm-hmm. Dat zullen de mensen trouwens vanuit het restaurant ook echt super fijn vinden. Dan kijken ze recht je stal in en dan zien ze gewoon hun lunch staan. Nou precies, lekker vers. Hoe vers we het hebben. Gewoon van hier naar daar. Dat is echt een straatje oversteken en je hebt een verse koe op je bord. Zeker. Nou ja, die kunnen we dus hier dan neerzetten. Helemaal top. Dus hier komen de varkens, of de koeien en de varkens en de paarden. En wat heb je nog meer voor ideeën? Nou, aan de binnenkant hier heb je dus zeg maar een koepel. Ja, we kunnen nu niet in. Het werd ook afgeraden om naar binnen te gaan. Ja, precies. Maar zoals je al ziet, je kan al de omheining van de koepel zien. Mm-hmm. En dit is wordt een dome, wordt het? Ja, ja. Tof, heel tof. En daarbovenop wordt dan een mooi, of nee, weet je wat, dat is een verrassing. Oké, dus dat mag ik er niet zien. Nee, er wordt iets heel gaafs bovenop gezet. Iets wat met dieren te maken heeft, maar dat Oké. Ja, ik denk dat het over 2 dagen is klaar. Dus dan moet je gewoon nog een keer langskomen. Dan kom je koffie doen. En dat lijkt me een goed idee. Weet je wat ik aan het doen? Dan kom ik, over een paar dagen kom ik bij jou langs als het helemaal klaar is. Kom ik eens inderdaad een bakje doen. Dan gaan we lekker een kopje thee drinken ook en wat taartjes erbij eten. Lekker. En dan vieren we gewoon met z'n tweeën en met misschien wel een aantal andere mensen van Mytopia de opening van Dodo's Dieren Dungeon, of hoe je het ook gaat noemen. Klinkt supergezellig. Lijkt me een goed idee. Weet je wat nog wel verstandig is trouwens? Nou? Dat moet je eigenlijk ook nog eventjes doen. Ik heb helemaal nog geen boek en quill bij me. Je moet natuurlijk wel eventjes een vergunning aanvragen voor de verkoop van dieren. Maar dat moet je dan binnenkort maar even doen. Kom je gezellig bij mij langs op het gemeentehuis en dan krijg je van mij een keurig netjes aanvraagformulier. En dan gaan wij dit helemaal regelen. Ja, perfect. Nou, ik kijk er echt naar uit. Ik bedoel, het is zo raar om weer te zien dat mijn dromen hier weer opgebouwd worden. Ik kan echt niet wachten om dit allemaal met jullie te delen. En om gewoon de stad te vullen met ja, vrienden, extra vrienden. Extra vriendjes. Ik hou van extra vriendjes, Dodo. Ik ga jou heel erg veel succes wensen. Dankjewel. Met bouw, want het moet nog best wel wat veel gebeuren. Ja, klopt. Jij komt binnenkort bij mij langs voor een aanvraagformulier. En dan gaan wij dat helemaal regelen met z'n allen. Ah, top. Super, Lars. Dankjewel, man. Dankjewel, dude. Veel succes met bouwen. En ik ga eventjes nog richting huis en dan zie ik je de volgende keer wel weer. Is goed. Doegies. Weet je dan. Hoi, hoi. Kijk, dat soort mensen moet je hebben in Mytopia. Mensen met een plan, mensen met een missie. En bedoel, hoe tof is het nou gewoon om hier dieren in Mytopia te krijgen? Leuke dieren die misschien nog wel achter je aan kunnen lopen. Eén klein dingetje wat ik wel tegenop kijk is natuurlijk de troep die het op gaat leveren. Want kijk, een hond, als die achter je aanloopt en je bent hem aan het uitlaten. Dingen die honden doen, zijn blaffen. Mensen likken, kwispelen.
maar ze schijten ook best wel heel erg veel. Tenminste, als je een grote hond hebt. En ik heb geen zin om als burgemeester door mijn topia te lopen en te zien dat er overal hele grote spletsjes met hondenpoep op de grond liggen. Dus daar moeten we ook nog eventjes wat aan bedenken. Want ja, misschien moeten we dan een vergunning regelen of een soort van algemene burgerlijke verordening, of hoe ze dat ook noemen, dat mensen hun eigen poep moeten opruimen. Want, of tenminste de poep van een hond, niet hun eigen poep. Dat doen ze gewoon op de wc, denk ik. Tenzij ze meer op de straat gaan zitten schijten. Maar daar gaan we niet van uit, want de mensen hier in mijn topia die zijn keurig netjes en beleefd. Mijn plantjes die staan trouwens ook ondertussen. Daar mag je ook niet tussen schijten, die honden en die katten. Maar ik denk persoonlijk dat het wel een heel tof idee kan gaan worden. Mensen hier in mijn topia hebben dierenplezier nodig. Als jij nou een dier zou mogen hebben in mijn topia, vraag het, ik ga het gewoon aan jullie vragen. Wat voor dier zou jij willen nemen? En wat voor, hoe zou jij dat dier noemen? Kijk, ik zou bijvoorbeeld een kip nemen. En die kip die zou ik Arie noemen. Dat ben ik, persoonlijk. Wat, dat moet toch kunnen? Maar misschien dat jij wel liever een paard zou willen hebben die je Jean-Louis de 25ste zou noemen. Laat het me weten in de reacties. Ik ga waarschijnlijk binnenkort met Dodo eventjes een vergunning regelen. Want dat is ook nog heel erg belangrijk. Want dat moeten we zeker doen. Niet zomaar dieren verkopen zonder dat je ook een vergunning van de gemeente hebt. Dat is allemaal simpel geregeld hoor, dat kan allemaal wel. Dat gaan wij dus doen. Ik hoop dat jullie in de tussentijd eventjes een like op deze video willen doen, als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, jongens. Met een gloednieuwe aflevering van Mijntopia, hier op Vaco Games. Mazzel!